Hoe zijn jullie tot de beslissing gekomen om cultureel erfgoed in jullie producten te verwikkelen? Waarom hebben jullie voor gekozen? Ja, eigenlijk is het aan de hand van de cultuur die om Grutte Pier heen zit. Dus hij is begonnen als een boer en wedstrijder. En die kant van wilskracht pakken wij ook een beetje aan. Dus je moet eigenlijk zien dat in Friesland eigenlijk een cultuur is dat je heel weinig speciaal bier drinkt. En wij willen eigenlijk een beetje Friesland weer vrij brengen richting het speciaal bier. Dus met die strijdkracht gaan wij een beetje daar mee bezig. En dat is een beetje de filosofie van Grutte Pier. Maar daaromheen is het ook gewoon een heel mooi verhaal eigenlijk. En dat verhaal vertellen wij ook eigenlijk weer opnieuw, maar dat gebruiken we ook een beetje. Ja. En je ziet het bijvoorbeeld terug in ons logo. Linkerhelft van ons logo, dat staat symbool voor de tijd dat hij boer was. Dan zie je ook een moutje op de achtergrond. En toen kwamen de Hollanders en de Saksen die Friesland wilden veroveren. En tijdens een veldslag werd zijn boerderij in de fik gestoken, een vrouw en kind vermoord. En dat pikte hij niet. En toen is hij een soort van rebellenleger begonnen. Vandaar dat de rechterkant ook op vrij nors zat uitgebeeld. En zijn immens grote zwaard natuurlijk. Oké. Okay. En wat heeft het voor voordelen voor jullie bedrijf om dat cultureel erfgoed in je product mee te nemen? Heeft dat voor voordelen voor jullie bedrijf? Nou, de Friezen herkennen zich in Grutte Pier. Of althans, iedereen in Friesland die kent Grutte Pier. Dus het is ook een stuk van herkenning van hey, dit product dat komt ook uit Friesland. En voor de klant? Ja, ik denk in het bierlandschap heb je natuurlijk heel veel, als je dat voor het schap staat, dan is het echt ongelooflijk veel keuze. En voor de klant valt het meteen op, het is een mooi, een prachtig kop die erop staat. En ik denk dat vanuit de filosofie van Grutte Pier, dat verhaal eigenlijk, denk ik dat mensen snel denken van nou, dat zou ik wel eens willen proeven. En op het terras werkt het ook zo dat heel veel klanten van ons, die dus terrasbediening doen, dat die aan een terraszitter kunnen zeggen van nou, we hebben een lokaal bier, dat is van Grutte Pier, een Friese volksheld en leefde rond 1400, 1500. En dat verhaal zorgt eigenlijk voor dat zo'n bezoeker van Leeuwarden eigenlijk denkt van dat bier wil ik hebben. Oké, helder. En hebben jullie nog advies voor een bedrijf in toerisme? Over de markt van cultureel erfgoed. Heb je nog tips of advies voor andere bedrijven in toerisme die zich richten op cultureel erfgoed? Nou, waar ik in het begin wel mee zat, toen ik Renze de naam ook voorstelde van Grutte Pier, toen dacht ik, ja, de Grutte Pier, dat is nogal een naam. En hoe ga je daar nou goed mee om? En dat was wel een beetje de uitdaging om daar goed naar te gaan kijken dat je hem niet misbruikt. Dus dat je goed kijkt, hoe kan je de naam weer bekendmaken en niet misbruiken. En die afweging, dat is wel belangrijk om daar goed mee bezig te zijn en ook een beetje mee bezig te blijven. Oké, goed. Dankjewel. Graag gedaan. Ja.